Milan, 14 jaar Feyenoord, nu bij Adelaar. Ben ben in het begin niet verkeerd gereden naar Vaakhoort in plaats van uh, naar rijswijk. Nou, dat was natuurlijk wel even wennen uh, om een ander soort stukje weg te rijden. Uh, gelukkig kan ik via mijn huis hier binnendoor ben ik ook uh, snel. Dus de afstand is relatief hetzelfde, maar ik reed bijna de verkeerde kant op. Even naar. Uh, het feit dat je überhaupt bij Adelaar bent binnengekomen, met wat voor soort verwachtingen ben je binnengekomen? Nou ja, het was gewoon een goede kans om mij uh, als speler gewoon te ontwikkelen op betaald voetbalniveau, want daar had ik natuurlijk nog niet gespeeld. Ik zat, uh, ik zat bij Jong Feyenoord en deze, sta, uh, deze kans kwam, dus ik denk die pak ik met twee handen. En, uh, ja, Ik ben hier uh, ingerold aan het begin even moeilijk gehad, niet veel gespeeld, maar ik, ik heb me wel uh, in, in het elftal geknokt, zeg maar. Dus uh, ik zie wel meer perspectief uh, op speeltijd. Is... Ik heb ook nog ergens uh, gelezen dat er wellicht interesse was uit de uh, C in Italië. Klopt, ja, dat was. Dat was, dat was wel een leuk. beetje klimaat. Dat was wel een lekker klimaat. Als je nu hier kijkt, dan uh, denk je toch dat uh, ik daar moet zijn. Nee, maar uh, ja, dat was toen uh, wel interesse, maar uh, ik heb uiteindelijk nooit met die, met die clip gesproken. Uh, en toen kwam eigenlijk vrij snel uh, ADO om de hoek. Ja, daar hoef je niet over te twijfelen, dat moest je gewoon gelijk doen. Maak je debuut uit bij de bos? Weliswaar is je we toen in de rust uh, eruit gehaald. Afgelopen vrijdagavond en Utrecht stond je vanaf het begin in de basis. Hoe is dat voor jou om dan toch op een gegeven moment. Want er is natuurlijk zat concurrentie in het centrum met Waam, met die Diego die erbij gekomen is. Om dan toch je draai te vinden? Ja, ik moest gewoon, gewoon mijn plekje vinden en sowieso mijn kans afwachten. Want het begin was het natuurlijk moeilijk niet. Veel kansen gehad, maar die zijn uiteindelijk natuurlijk wel gekomen door geduld en uh, goed trainen en gewoon mezelf laten zien wat voor niveau ik heb. Ja, en nu zie je een beetje het resultaat daarvan dat ik makkelijk in het elftal kom en nu is het maar aan mij de taak om gewoon in het elftal te blijven. Je hebt natuurlijk vooraf een gesprek gehad met de technisch directeur Joris Matthijssen. Wat voor beeld is jou toen geschetst? Ja, dat we wel gewoon attractief voetbal wilden spelen en opbouwen vanuit achteruit. Uh, dat was aan het begin. Was ik daar een beetje aan over twijfelen van uh, zie ik dat wel terug. Maar je ziet de laatste weken dat we dat wel aan het oppakken zijn. En dat het wel steeds meer in het elftal komt en gewoon elkaar vinden. Dus uh, hij heeft me gewoon een, een mooi beeld gezet van Ado en uh, ook de fans achter Ado. Dat is gewoon meer dat de hele fout. Even toch aan die wedstrijd van afgelopen vrijdag, jong Utrecht. Je begon dan niet bepaald gelukkig, laat ik het zomaar vertalen. Het had bijna verkeerd af kunnen lopen. Heb je dan toch zoiets bij jezelf? Als het al goed afloopt, gelukkig. Ja, dan zit ik die, die vijf minuten. Je ja, bedoelt zeker die, die, die fout. Uh, ja, dan is het wel even gewoon simpel spelen en zorgen dat je de bal aan de ploeg houdt. En niet veel risico's nemen. Natuurlijk kan zo'n fout een keer gebeuren, maar je wilt het liefst natuurlijk geen fouten. Dus ik ben gewoon wel kritisch naar mezelf toe dat het niet meer kan. Dus uh, het was even schrikken, maar uh, uiteindelijk heb ik me wel gewoon uh, weer bovenop uh, gekregen. Dus. Nou, is het natuurlijk wel zo. De feiten liggen daar niet om. Adelaar is natuurlijk vooraf een van de ploegen, waarvan verwacht wordt dat je sowieso mee gaat draaien. En je even kan promoveren bij de eerste twee. Dat komt er nog bepaald niet uit. Voel je dan toch binnen die groep dat de druk toeneemt? Nee, valt mee. We blijven wel relatief rustig. Uh, We spreken elkaar gewoon wel hard toe. van uh, Het is niet Ado waardig, maar uh, wij horen te staan. Dus uh, probeer daarop gewoon meer kritisch op elkaar te zijn. En gewoon uh, mensen aanspreken uh, van dit moet beter, dat moet beter. En gewoon uh, met je kopje erbij zijn. Want dat is natuurlijk niet uh, hoe we verder moeten gaan. We moeten uh, de lijn omhoog pakken en niet uh, zo door blijven gaan. Ik zeg het te meer, omdat natuurlijk voorin überhaupt krijgt Adel toch behoorlijk aantal kansen. Als je de laatste wedstrijd er, erbij pakt, ja, dan is een fataal momentje achterin is natuurlijk duidelijk. Ja, je ziet natuurlijk één momentje komen voor uh, de goal en dan... Uh, wij de bal niet weg en uh, het is gelijk, goal. Dus ja, dat is natuurlijk wel heel zuur uh, als je ziet hoeveel wij creëren en hoeveel daarvan ingaan. Uh, ook moeten wij gewoon elk moment scherp zijn, dus dat mag ons gewoon niet overkomen. En uh, dan sleep was nog gewoon die overwinning uit. Maar dat is natuurlijk lastig. Komende vrijdag naar Toppos, ploeg die uh, toch redelijk draait, Terwijl ze ongeveer dezelfde aantal punten hebben als, uh, als jullie. Wat verwacht je van die wedstrijd? Nou, ik verwacht gewoon. Uh, ze hebben snelle buitenspelers, uh, heb ik gezien op de, op de videobeelden. Dus ik denk dat ze gewoon vooral uh, vanuit een laag blok... en dan uh, de diepte gaan zoeken op de, op de snelle mensen voorin. Dus daar moeten we ons niet in, in slaap laten sussen door ze. En uh, gewoon gefocust en oh, keer uh, snel, uh, snel goals maken. En dan, dat we daardoor een, uh, een goede voorsprong hebben. En dan kunnen we even iets achterover leunen en rustig, uh, rustig spelen. Heb je al gehoord of je in de basis staat? Nee, nog niet gehoord, maar ik hoop het. Natuurlijk wel, maar je zit een beetje op de training uh, die je waar staat. Dus, uh, Wat gaf dat voor beeld voor jezelf? Een positief beeld. Okay. Tot slot, toekomstbeeld voor jou. Je hebt natuurlijk nog tot uh, 2026 een contract hè, bij, bij Feyenoord. Nu een jaartje uitgeleend aan uh, ADO. Hoe zie je je eigen toekomst? Nou ja, ik sta natuurlijk wel onder contract bij, uh, bij Feyenoord, maar ik ben gewoon uh, hier naar ADO gekomen om uh, mezelf te ontwikkelen. En, niet per se om in de kijk te spelen voor Feyenoord. Het is gewoon meer, meer voor mijn carrière. Om echt te ontwikkelen als speler en volwassen speler. Dus ja, ik sta er nu gewoon helemaal nog open in. En uh, ik ga gewoon kijken hoe dit seizoen verloopt. En tot nu toe is het een, uh, een stijgende lijn, in ieder geval. Hoe is het met je fysiek? Fysiek gaat goed. Uh, goede trainingsweek kunnen hebben, uh, weer lekker bij de groep. Dus uh, ook geen terugslag, dat is het allerbelangrijkste. En uh, ja, Dus ik zie het, uh, ik zie het voorspoedig, voorspoedig tegemoet. Uit bij Den Bos, in de warm-up, kreeg je last van je lies Uiteindelijk, inclusief Den Bos, vier wedstrijden niet kunnen voetballen. Dat had je niet aanzien kunnen. Nee, dat klopt. Dat was heel ongelukkig moment in de warming up van de, in, uh, bij Den Bos. En je weet dan in de korte periode daarna speel je drie wedstrijden. En die moest ik allemaal aan mijn neus voorbij laten gaan, helaas. Ik had gehoopt om, om Jong Utrecht te halen. Dat redde ik net niet. En ja, ik ben nou weer in principe goed op weg om, om vrijdag wel te halen. Dan heb je die wedstrijd natuurlijk vanaf de tribune kunnen bekijken. Dan heb je toch een ander beeld als dat je zelf in het veld staat. Wat is dan jouw conclusie over Ado? Ja, dat is misschien uh, de conclusie. Die moet je denk ik niet alleen trekken uit afgelopen uh, vrijdag. Want uh, dat zou een beetje, dan zou ik onszelf tekort doen. Ik bedoel alle wedstrijden die je gemist hebt. Ja, alle vier de wedstrijden die ik heb gemist, uh, vond ik ons uh, ongelukkig. Ik denk dat dat uh, voornamelijk de, de maand september voor ons was. Uh, in de zin van uh, ook slordig. Hè, door de, onze eigen slordigheid ongelukkig zijn. En uh, daarom hebben we eigenlijk niet in, in, in een beetje dezelfde flow kunnen komen als de vier wedstrijden uh, voor die Interland uh, Break. Hè, de eerste vier wedstrijden van het seizoen. Maar goed... Um, een paar wedstrijden te slordig, paar wedstrijden waarin je toch veel kansen creëert die je niet benut en dan loop je toch altijd achter de feiten aan. Um, maar goed, we, we, we hebben wel nog, natuurlijk nog steeds hetzelfde uh, aantal patronen terug kunnen zien die we die wedstrijden daarvoor ook hebben gedaan. Dus dat geeft wel aan dat we op de goede weg zijn en dat we in een goede opbouw zitten. Alleen dat we ja sommige wedstrijden dan net iets te kort komen in. Ja, is dat dan uh, scherpte, uh, mentaliteit, uh, een stukje, stukje gif ook, een stukje ervaring misschien. En uh, dat is ook niet erg, dat is het proces waarin we inzitten. Alleen goed, uh, op een gegeven moment moet het proces ook een beetje aan de kant voor natuurlijk uh, punten. En, uh, en daar hikken we nou een beetje tegenaan. Je had het net zelf al aan. In die vier wedstrijden toch zat kansratten, zeg maar. Dan kan ik me voorstellen dat die achterdoede zoiets heeft van: ja, als wij een foutje maken, dan, dan is het wat dat betreft uh, negatieve invloed. Ja, dat, dat is zeker waar. En ik snap die, die, die gedachte ook wel een beetje. Kijk, uh, we beginnen natu het begint natuurlijk voorop. Hè, in de aanval met de druk zetten voor een tegenstander. Ik vond dat we daar ook. Uh, ja, dat doen we over het algemeen goed, maar ook, ook soms te slordig zijn, dan, dan we moeten we elkaar ook gewoon blijven helpen daarin. En alle linies kort bij elkaar houden, dat soort dingen, weet je. En daar trainen we ook gewoon hartstikke, hartstikke veel op en dat gaat ook gewoon steeds beter. Um, beter. Alleen ja, je moet inderdaad ook soms je team, het team wat meer lucht kunnen geven hè? En, en, en die kansen af kunnen maken. En uh, ik ben daarom blij dat... Uh, Lee en ook Joël natuurlijk de week daarvoor uh, hun, hun over die, die, die eerste goal heen zijn. En uh, ja, nu moet het weer lekker gaan lopen. En uh, laten we hopen dat dat... Uh, nou ja, hopen. Dat moet gewoon uh, vrijdag gebeuren. Tophos uit. Thuis tot nu toe één overwinning. Überhaupt gepakt. Het wordt wel een keer tijd voor een keer een uh, uitwedstrijd. Uh, om die ook een keer in je voordeel te beslissen. Absoluut. Uh, ik denk dat het sowieso tijd wordt voor uh, een overwinning. Of dat nou uit of thuis is. Ik denk dat we... Uh, dat we ons zelf eens een keer moeten gaan belonen. En uh, dat uh, zeggen we natuurlijk nu ook alweer een aantal weken. Alleen, uh, ja, dan moeten soms ook. Uh, komen er wat andere dingen bij kijken. En, uh, ja, ik ben benieuwd om, om te zien. Uh, om, te, om te kijken hoe de ploeg daarop gaat reageren, vrijdag. Supporters die. Ze zijn altijd heel fanatiek hier in Den Haag. In de Noord je staat nog volop achter de spelers, dat zeggen ze ook. Ik weet niet of je een beetje mee hebt gekregen op social media wat ze dan zeggen. Wat mij wel verbaast en wat de supporters natuurlijk ook verbaast, is dat op een gegeven moment Joris Matthijssen, die zegt nu van we moeten het beter doen dan vorig seizoen en zo snel mogelijk promoveren. Dat is toch wat anders dan wat hij eerst zei. Ja, ik, ik denk dat met name de, het gaat om de toon. Uh, ik denk dat het uh, uh, moet, tuurlijk moeten, maar ja, moeten we onszelf in, op dit moment, op de plek waarop we staan, die druk uh, geven om, om te moeten. Weet ik niet. Maar goed, ik denk dat een club als Ado altijd uh, moet gaan voor uh, promotie. En, en ook dit jaar weer moeten wij we meedoen voor de bovenste plekken. En uh, we hebben natuurlijk een, uh, ook een heel een groot aantal jonge jongens. Uh, die moeten we ook gewoon beschermen daarin. Uh, kijk, druk, uh, druk moet op de schouders liggen van de ervaren jongens, van de oudere spelers die al meerdere wedstrijden hebben gespeeld. En, en die, moeten, ja, die moeten de ploeg ook gaan dragen. En, uh, en, en, en daardoor moeten de, moet de rest. Lekker uh, mee kunnen, ja, daaronder uh, ja, ook beter van kunnen worden. En 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 ik snap Joris' woorden zeker. En uh, alleen goed, voor ons is wel duidelijk wat de doelstelling is. En, uh, of in ieder geval voor mij persoonlijk, hè, ik zal niet voor de groep spreken, maar ja, wij moeten gewoon meedoen uh, bovenin. En uh, ja, dat hoef ik niet onder stoelen of banken te steken, dat dat uh, een algeheel gedachtegoed is uh, hier. Je bent aanvoerder, zou je nog iets tegen die supporters willen zeggen? Want je hebt dan ook kunnen lezen dat er toch bepaalde acties op tilte staan. Niet gericht tegen de ploeg, want er stond dat duidelijk in. Ja. Zou je nog iets willen zeggen tegen ze? Nou ja, zeker. Kijk, uh, ik heb vorige week al wat gezegd volgens mij bij jullie collega's. Uh, ik vind de steun vind ik echt uh, ja, bijzonder. Uh, ondanks uh, de resultaten afgelopen week heb ik het zelf ook op de tribune weer meegemaakt. Uh, fantastische support van die gasten, uh, van heel het stadion. Tuurlijk uh, mogen ze ook uh, ontevreden zijn op het moment omdat we ook gewoon te weinig punten hebben. Maar goed, uh, ja weet je, uh, zolang ze gewoon zo achter ons blijven staan. En met ons bedoel ik het hele, het hele team. Inclusief staf en spelers natuurlijk, inclusief organisatie. Weet je? Want daar worden we met z'n allen uiteindelijk op de lange termijn allemaal sterker van. En tuurlijk horen daar resultaten bij en die hopen we zo snel mogelijk te brengen voor, voor deze club. En, uh, maar dat kan alleen maar samen met z'n allen. Uh, we zijn hier met z'n allen ingedoken en uh, we moeten ons daar ook in vastbijten. En met andere woorden is dus het oproep aan de supporters... Gebruik je verstand, blijf achter het ploeg staan en that's it. Ja, nou precies dat hebben ze de afgelopen weken ook gedaan. En natuurlijk, uh, ik snap de frustratie, ik snap dat het moeilijker wordt. Omdat je natuurlijk niet die punten binnenhaalt, omdat je niet staat waar je had willen staan al. Maar goed, het is een lang seizoen, lange, we moeten lange termijn kijken. En, en ja... Nogmaals, ik begrijp de frustratie. Uh, ik ben zelf ook gefrustreerd, uh, natuurlijk. Uh, acht wedstrijden, acht punten, dat is gewoon ook ondermaats. Alleen, ja, we moeten wel. Ik heb wel het idee dat de neuzen nog steeds allemaal dezelfde kant op En uh, dat is bij de supporters ook zo, afgelopen week, wat ik zeg, uh, precies hetzelfde. Dus uh, laten we dat gewoon, gewoon met z'n allen gewoon nog steeds doen. En dan ben ik ervan overtuigd dat we vanaf vrijdag en uh, de komende weken gewoon weer de punten gaan halen die we moeten halen.